De soldaat en de tsaar in het bos. In een ver land leefde eens een boer die twee zonen had. De oudste zoon had de tsaar trouw gediend en met wat geluk bracht hij het tot de rang van generaal. De jongste zoon werd soldaat in hetzelfde regiment als zijn broer. Maar de generaal wilde niets weten van zijn jongste broer, die maar gewoon soldaat was. Toen de soldaat tijdens een van de deftige feesten van zijn broer weer wacht moest lopen, kon ik dat niet langer verkroppen. Hij viert feest, terwijl ik hier in de bittere kou moet wachtlopen. Aan mij denkt hij niet. Toen de gast dat aan de generaal vertelde, werd hij woedend. Stomme leugens, geloven jullie toch zeker niet? Maar ja, laat onmiddellijk de wacht aflossen en geef de schildwacht 300 stokslagen. Maar de soldaat had het bevel gehoord. Snel trok hij zijn velduniform aan en vluchtte uit het regiment. In het donkerste gedeelte van het woud verborg hij zich en voedde zich met bessen en wortels. Enige tijd later ging de tsaar met zijn gevolg op jacht. De tsaar zag een schitterend hert dat hij blindelings najaagde. Daardoor raakte hij steeds dieper in het woud. Waar is dat prachtige hert nu toch ineens gebleven? Ik geloof dat het dier me toch is ontsnapt. Het woud wordt hier steeds dichter. En mijn gevolg is nergens te bekennen. Hé, wat is dat? Goeiedag. Dat is leuk. Ik krijg hier weinig bezoek. Dag, brave man. Ik ben op jacht gegaan en verdwaald. Kunt u mij de weg wijzen? Wie bent u eigenlijk? Oh, ik ben een knecht van de tsaar. Morgen zal ik u de weg wijzen. Het is nu te donker. We zullen eerst samen ergens moeten overnachten. Ze gingen op zoek naar een beschut plekje voor de nacht. Hé, is dat van een schijnsel? Het lijkt wel het licht van een huisje. Nou, dat komt uit de hemel vallen. Ik geloof dat je gelijk hebt. Het is een huisje. Ze gingen op het lichtje af en klopten op de deur van het huisje. Goedenavond, grootmoedertje. Mogen we hier de nacht doorbrengen? En heeft u wat te eten en te drinken voor ons? We hebben genoeg roebels om u ervoor te betalen. Nou, goed dan. Jullie kunnen op de zolder slapen. Ik zal wat aan eten en te drinken voor jullie halen. Ik heb nog een pan bietensoep en wat roggebrood. Na de maaltijd klommen ze de trap op naar zolder. Ik ben doodmoe. Wat zal ik lekker slapen? Ja, alles goed en wel. En we zullen wel om beurten de wacht moeten houden. Je hebt alweer gelijk, kameraad. We loten daarom. Dat is eerlijk. De tsaar was het eerst aan de beurt. Hij kreeg de scherpe sabel van de soldaat en moest bij de deur gaan staan. En waarom? Niet indommelen, hè? Natuurlijk niet. Dat kun je best aan mij overlaten. Ik zal hem toch maar in de gaten houden. Hij zit vast niet gewend. De soldaat had het bij het rechte eind. Tot drie keer toe betrapte hij de tsaar erop dat hij in slaap was gesukkeld. Zo sta je toch niet op wacht, man! Je sabel is uit je hand gegleden. Zou je zomaar te pakken kunnen nemen? Kijk, zo gaat dat! En hij parde de tsaar met de sabel tussen de ribben. Au, au! Niet doen! Genade! Oh, je hebt gelijk. Het spijt me verschrikkelijk. Ja, ja, maar daar koop ik nou niks voor, hè? Nou, ga jij nou maar slapen, dan hou ik de wacht wel. Doe open, ouwe heks. Oh, zijn jullie daar? Ik heb een vette buit voor jullie. We hebben gasten voor de nacht. Heel goed, moedertje. We hebben de hele nacht voor niks rondgereden. Nou valt het geluk ons zomaar in de schoot. Ik ga meteen met ze afrekenen. Zij is op zolder. Ja, maar wees voorzichtig, want de trap kraakt. Maar de soldaat was klaar wakker. Hij had alles gehoord. De rover had nauwelijks zijn hoofd om de hoek gestoken. Of dat had je gedacht, schurk. Dat kost je je kop. En toen ging de tweede rover naar boven. Ook hij verloor zijn hoofd. Zo maakte de soldaat korte metten met alle rovers.
Wat een bloed. Wat is hier allemaal gebeurd? De soldaat vertelde hem wat zich 's nachts had afgespeeld. Daarna daalden ze de zoldertrap af en troffen beneden de oude vrouw aan die voor de samovar zat, waarin de thee pruttelde. Hey, wacht eens even. Met jou heb ik een appeltje te schillen. Oh, wees een oude vrouw genadig. Ik zal u allemaal goud geven dat ik heb. Hier is het. Nou, dat is meer dan in mijn ransel kan. Hé, hey, kameraad, neem toch ook wat van? Nee, beste vriend, dat is niet nodig. De tsaar heeft goud genoeg. En wat van hem is, zal ook van mij zijn. Als je er zo over denkt. Kom, ik zal je de weg wijzen. En daar waar het woud lichter werd, scheiden hun wegen. Vaarwel. En bedankt voor je hulp. En kom me nog eens opzoeken. En ik zal een gelukkig man van je maken. Dat kan niet. Ik ben uit het regiment ontvlucht. Ik ben een deserteur. Als ik in de stad kom, dan word ik opgepakt. Oh, nee hoor. Ik zal voor je pleiten en vertellen hoe dapper je bent. Dan schenkt de tsaar je vergiffenis en dan zal je bovendien belonen. Nou, goed dan. Morgen kom ik. De volgende dag kwam de soldaat aan de poort van het kasteel van de tsaar. En wat hem daarover kwam. Hé! Ach! Hé! Hé! Hé, voor wie spreken jullie in de houding? Voor u, soldaat! Dat was nog niet alles. De officier van de wacht spelde hem de generaalsversierselen op. Dat was hem opgedragen door de tsaar. Alle beren op een houtvlot. Wat overkomt me nou? Ik, generaal? Oh, daar komt de jager. Maar hij ziet er heel anders uit. Welkom, beste vriend. Oh, nee. Allem, zie ik dat goed? U bent de tsaar. En ik heb u nog wel met mijn sabel in de ribben geport. Dat hindert niets. Ik ben je juist zeer dankbaar. Ik zal je morgen in het bijzijn van het hele leger tot mijn opperste generaal benoemen. En je oudste broer, die wordt weer gewoon soldaat.